Wie wil, kan vandaag al zijn stem uitbrengen. Al loopt het op deze eerste dag niet storm, toch kwam het veel mensen goed uit. Maar ik moet vandaag toevallig naar mijn werk, dus dan komt het gelijk goed uit. Het merendeel van de oppositiepartijen voelt zich in de gemeenteraad zelf buitengesloten. En een bus vol met hulpgoederen uit Gelderland is vanochtend vroeg aangekomen in het grensgebied van de Oekraïne en Polen. Goedenavond. De officiële datum voor de gemeenteraadsverkiezingen is woensdag 16 maart. Maar op veel plaatsen kan vandaag en morgen al worden gestemd. Ook kan je als inwoner bij verschillende stembureaus extra vroeg terecht. Zoals bij deze portacabin bij het station in Harderwijk, die om 6 uur al open ging. En om 5 of 6 stond de eerste kiezer al klaar. Die laatste kwam er nog eentje. En nou, nu is het eventjes weer wat rustiger. Het is nog vroeg, hè? En we hebben tot met woensdag de tijd. Dus ik kan me voorstellen dat het nog niet heel erg storm loopt. De meeste mensen die houden zich toch wel aan de woensdag, denk ik. Maar ik moet vandaag toevallig naar mijn werk, dus dan komt het gelijk goed uit. De meeste reguliere stemlokalen openden om 7:30 de deuren. Ook in Groesbeek, waar Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, zijn stem uitbracht in het gezelschap van de 18-jarige Amerins Huk. Nou, ik wil eerst gaan studeren en dan tegelijkertijd wel proberen meer de politiek in te gaan. En het zou echt mijn droom zijn om ooit wel landelijk te kunnen komen. Ja, van de bioscoop tot het concertgebouw of in het zwembad. Sommige stembureaus die zitten op bijzondere plekken. Ook in de Grote Kerk in Wageningen kun je stemmen. Het is een plek waar onze eigen oorlogsgeschiedenis een bijzondere link heeft met de actualiteit in Oekraïne. Een stembureau vlag en bord met daarnaast de Oekraïnse vlag gekrijt op de stoep. Hier in de Stad der Bevrijding in Wageningen wordt er een link gelegd met de oorlog tussen de Russen en Oekraïne. De Grote Kerk in Wageningen staat in het hartje van het centrum, maar heeft qua oorlogstijd ook een behoorlijke geschiedenis. Hij is in de Tweede Wereldoorlog 2 keer beschadigd geweest. Toen hebben ze hem herbouwd. En bij het terugtrekken van de Duitsers hebben de Duitsers de toren alsnog een keer opgeblazen. Zeker als je kijkt naar de huidige tijdsgevrichten en de oorlog in Oekraïne. Dat je ziet waar oorlog is, dat er wederopbouw is en dat je dan ook weer democratie in een land kunt hebben. Dus vandaar een bijzondere plek om nu te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is rustig, maar jong en oud stemt. Dat de jongere kant ook gerepresenteerd wordt. Ik ben zelf 19, dus dat vind ik belangrijk. Ik stem het liefst op een vrouw, zeg. Als vrouw zijn, dan moet je zeker stemmen. Ja, omdat de vrouw toch altijd in de minderheid is. Dat vind ik wel heel erg jammer. Fijn om mijn bijdrage te kunnen leveren, toch een stukje aan het lokale beleid. Omdat ik wel begaan ben met onder andere de milieuproblematiek. Nog een paar dagen en dan kennen we de uitslagen van de verkiezingen. En dan beginnen ook de coalitieonderhandelingen in de gemeente. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat het nogal belangrijk is om in de coalitie te komen, als je tenminste iets voor elkaar wil krijgen in de gemeente. Partijen die samen regeren in de gemeenteraad vormen de coalitie. De rest van de partijen nemen plaats in de oppositie. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat 70% van de raadsleden die in de oppositie zitten het idee heeft dat ze genegeerd worden door de coalitie. Misschien nog wel opvallender is dat 1 op de 7 leden van de coalitiepartijen zelf toegeeft dat de oppositie wordt buitengesloten. Op die manier is het voor de oppositie bijna onmogelijk om iets voor elkaar te krijgen. We legden de uitkomsten van ons onderzoek voor aan een aantal politici die zich herkennen in de zwakke positie van de oppositie en de beperkte speelruimte binnen het lokaal bestuur. Ik vind dat toch wel een heel hoog percentage. Anderzijds herken ik wel het mechanisme en ik ken ook diverse gemeenten waar zie ik dat zelf ook gebeuren. Dat buitensluiten of buitengesloten voelen van de oppositie. Ja, dus dat herken ik wel. Elburg is zo'n gemeente waar de oppositie zich buitengesloten voelt. Daar gebeurde in 2018 iets bijzonders. De coalitie stemde tegen een voorstel van oppositiepartij Elburg Beleid. Maar diende tijdens diezelfde vergadering hetzelfde voorstel zelf ook in. En stemde er toen wel mee in. Ja, eigenlijk hebben ze gewoon een amendement van ons overgenomen. Gepikt kan je ook zeggen. Maar wat helemaal niet nodig was geweest. Dat schetst een beetje het fenomeen van je moet vooral de oppositie niks gunnen. De oppositie niets gunnen, dat kennen ze in reden ook.
Eind 2020 lekte daar een mail uit van de coalitie. Daarin werd de afspraak gemaakt om tegen alle plannen van de oppositie te stemmen. Zonder debat, zonder uitleg. Nee, alle voorstellen die we hadden gedaan, die gingen eigenlijk al voor het debat, voor opening van de vergadering van tafel. Ja, dat kan natuurlijk niet. En we hebben al die jaren ook dat gevoel gehad, hè? Alleen ja, toen werd het duidelijk van nou weten we het zeker. Het feit dat ze het gevoel hebben dat alles wat ze doen voor niets is en dat het er toch niet toe doet, dat is natuurlijk wel echt een slechte zaak. Want dat hoort ook bij democratie, dat je naar de minderheid luistert en kijkt of daar goede ideeën in zitten die misschien een aanvulling zijn op wat jij eerder in het coalitieakkoord had afgesproken. Non-stop hebben ze doorgereden. De bus vol met hulpgoederen uit Gelderland is vanochtend vroeg aangekomen in het grensgebied van Oekraïne en Polen. De bedoeling is dat de bus vol met vluchtelingen terugkomt naar onze provincie. Maar eerst werden de hulpgoederen uitgedeeld. Op het station van een klein Pools grensplaatsje is het een chaos. Veel vluchtelingen uit Oekraïne komen daar aan met de trein om de oorlog in hun land te ontvluchten. Yes, I'm from Ukraine, from Kharkiv and our city crashed. It is very horrible because my family stay in Ukraine, my husband work in Kharkiv, he is policeman and my heart is broken. De Gelderse hulptroepen delen eten uit. Veel vluchtelingen worden hier opgevangen bij een Rode Kruispost vlak bij de grens. En ook hier worden er hulpgoederen gebracht. En duidelijk is dat ze niet meer zitten te wachten op kleding. Vooral voedsel en medicijnen worden ingenomen. Binnen is het een triest gezicht. Mensen liggen op slaapzakken op de grond te wachten op vervoer. En 85 van die vluchtelingen mogen straks met deze bus mee terug naar Gelderland. De bedoeling is dat de Gelderlanders en de vluchtelingen tegen het begin van de avond weer terugrijden. Ja, in onze provincie zijn er inmiddels al veel opvanglocaties geopend. En vanaf vandaag is aan de Waalhaven in Nijmegen de eerste van twee cruiseschepen klaargemaakt om 120 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. En eind van deze maand komt er een tweede cruiseschip te liggen voor nog eens 120 extra mensen. Zometeen meer over deze historische muntschat in Zutphen. Als je kijkt, dan zitten hier inderdaad blinkende gouden munten in. De 14 gouden en 18 zilveren munten lagen honderden jaren verstopt. Werknemers in de Gelderse metaal- en technieksector die kwamen vanochtend in Nijmegen sinds lange tijd weer fysiek bij elkaar voor een staking. Ze kwamen bij elkaar in het vakbondsgebouw van FNV. Het gaat om een 48-uur staking. De bond wil een nieuwe cao met een loonsverhoging van 5%. De werkgevers die willen maar 1,4% verhoging. De staking was ook een soort weerzien na lange tijd. We hebben een paar keer een staakstraat georganiseerd. Daar kwamen de mensen in de auto langs te registreren en weer door naar huis. Dus ja, het is gewoon een fijn moment om even bij te praten. En je staat gewoon samen in de strijd. Het is ook een stuk gezelliger zo, hè? Een hele pak bij elkaar, hè? Netjes, mooi. Twee geschakelde woningen aan de startdijk in Eefde zijn gisteravond zwaar beschadigd geraakt door een brand aan de rieten kap. Het duurde uren voordat het vuur onder controle was. De brand is waarschijnlijk via de schoorsteen ontstaan. Er kwam veel rook vrij en ramen en deuren in de buurt moesten gesloten blijven. Vitesse staat te koop. Meerdere partijen hebben al interesse getoond. Maar de vraag is hoe de torenhoge schuld wordt verwerkt in de deal. Want Vitesse draait al jarenlang structureel miljoenenverlies. Nuon, de vrienden van Vitesse, de provincie, de gemeente, Maasbert Schouten, Merab Jordania, Alexander Tsikirinski en de Rus Valerie Oif. Vitesse heeft al bijna 25 jaar externe financiers nodig gehad om overeind te blijven. De Arnhemse club draait structureel met miljoenen tekorten in de begroting. De eventuele nieuwe eigenaar koopt mogelijk een kat in de zak, want naast het aankoopbedrag zal er ook geïnvesteerd moeten worden in schulden en dat is niet bepaald aantrekkelijk. Een nieuwe eigenaar wil liever investeren in spelers en de kwaliteit van het elftal. Maar de laatste 11 jaar is de schuldenlast van Vitesse opgelopen tot 120 miljoen euro. De schuldenlast die nu moet worden overgenomen van de Russische grootaandeelhouder Oif is volgens directeur Pascal van Wijk zo'n 20 miljoen euro. De laatste drie seizoenen onder Oif was het tekort in totaal ruim 27 miljoen euro. Maar dit seizoen maakt Vitesse waarschijnlijk flinke winst. Mede door de successen in de Conference League die al zeker 6 miljoen hebben opgeleverd.
Een belangrijke kandidaat om Vitesse te kopen is Michael van der Kuyt, tevens eigenaar van Stadion Gelredome. Maar 2 jaar geleden stonden beide partijen nog lijnrecht tegenover elkaar in een discussie die zelfs tot de rechtbank voerde over de huur van het stadion. Die discussie is dan, als Van der Kuyt eigenaar wordt, wel meteen ten einde. Bij de verbouwing van een monumentaal huis aan de Bovenstraat in stadje Bronkhorst is een unieke archeologische vondst gedaan. Het gaat om een historische muntschat. 14 gouden en 18 zilveren munten die kort na 1620 onder de vloer zijn verstopt. De schat wordt tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Zutphen. Als je kijkt, dan zitten hier inderdaad blinkende gouden munten in. Nou ja, ik werk al 30 jaar bij de gemeente Zutphen en ik heb in elk geval nog nooit een muntschat gevonden in mijn leven. Althans, betrokken geweest bij het vinden van de muntschat. Dus dat is in die zin echt wauw. De munten worden nu uitgestald om te laten zien aan het grote publiek. Maar eind oktober werden ze door een bouwvakker in het huis van Joop gevonden. Hij zag dat die steen los zat. Hij sloeg toch een keertje tegen die steen aan. De steen rolde eruit. En met het moment dat de steen eruit rolde, vielen er 2 rolletjes munt uit. Die stonden rechtop. Dat is heel bijzonder als je dat soort oude munten, als je dat soort oude munten vindt. Maar ja, wat is het verhaal daarachter? Hoe komen die daar? Dat weet je op dat moment niet. Archeoloog Michel Grootherde noemt de vondst historisch en uniek. Eigenlijk de dramatische gebeurtenissen van Spaanse soldaten die continu plunderend rondtrekken en op Bronkhorst hebben gebrandschat in de Achterhoek in de jaren 20 van de 17e eeuw. En deze muntschat, ja, die is begraven door iemand die zag die Spanjaarden aankomen. Heeft zijn vermogen willen verstoppen. Maar heeft het klaarblijkelijk niet meer kunnen navertellen, want de schat heeft daar 400 jaar gelegen. De gemeente Bronkhorst wil niets liever dan dat iedereen de schat kan zien en daarom hebben ze de vondst gekocht. Het is natuurlijk prachtig om het geheel bij elkaar te zien, dat er echt zo'n rij munten verborgen heeft gezeten in een huis. 400 jaar lang, onvoorstelbaar. Vanaf morgen is de historische muntschat in het museum van Zutphen te zien. Ja, mooie vondst. Het weer dan. Met het zachte weer en de zon lopen alle planten mooi uit, zoals ook deze camellia. Vanavond zijn er opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. De minima liggen rond 4 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. In de loop van de dag breekt ook de zon door. In de middag zou een enkel buitje kunnen vallen. Het wordt dan 13 of 14 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Woensdag, dan is het zonnig en droog. Met flink wat zon wordt het in de middag een graad of 16. Er waait een matige zuidoostenwind. Donderdag, dan is het nog wisselvallig. Daarna breekt er een droge en zonnige periode aan. In de nachten neemt dan wel de kans op vorst toe. Tot zover deze uitzending. Het laatste nieuws vind je zoals altijd op onze app en site gld.nl. Mooie avond verder.